Vlaar, we hebben een afspraak met Johan Antierens. Even de lichtjes uitdoen. En ze gaan niet uit. Ja, voilà. Ik zei het al, een afspraak met Johan Antierens. De man die zei, de Belgische politiek is een pretpark. Johan heeft een nieuw boek uit. Van, met en over Jacques Brel. En we hebben een afspraak met de man. En we gaan even kijken of de man thuis is. Goedemorgen. Net op tijd, Johan Antierens. Goedendag. Goedemiddag. Wij mogen u meenemen? Ja, waar naartoe? Waar u wil. U bent zo serieus. Ik voel me een beetje als iemand die zo'n delegatie van de guillotine ontvangt. Zo, van waar wil u gehaalsrecht worden? Oh nee. Nee, ik weet het. Willen wij naar de Brel Stichting gaan? Ik mag weggaan, hè. Dag mevrouw. Dat is hem. Dat is mijn Brel. De passie en de pijn, het levenswerk van Johan Antierens wordt beweerd, hè? Ik weet niet hoe lang ik zal leven, dus misschien maak ik nog iets over Gilbert Bécaud. Maar ik denk dat dit het boek is dat mij toch een zeer grote creatieve, artistieke voldoening geeft. Monsieur Rigaud, je crois qu'il faut d'abord prendre l'ascenseur. Ja. Ja. Uw Frans is goed, Johan. Uw Frans, het bewijs is er. De derde verdieping. Dit is Brel in een notendop. Dit is zijn artiestenleven, hè. Met het stokbrood dat ondertussen steenbrood is geworden. Er zijn vele roken, hè, maar tegen souvenirjagers moeten zelfs de sigaretten vastgekleefd worden in het pakje. Volk. Een typisch Frans cafeetje? Ja. Jij moet het beter weten dan ik? Nee, ik zou zeggen typisch inderdaad Buffet de la Gare. Ik denk dat je dat hier ook zo hebt. Ja, en hier stond Brel met de typische Gauloise sigaretten. Zijn er overeenkomsten tussen jezelf, Johan Antierens en Jacques Brel? Heb je die gevoed? Nee, dat wil zeggen, er zijn natuurlijk overeenkomsten, omdat vanuit mijn belangstelling dus dat je op een bepaald moment dezelfde dingen aanvoelt en dat je vandaar grote interesse hebt voor wat die kunstenaar zegt. Maar de verschillen zijn te groot. Om te beginnen was hij zo'n begenadigd chansonnier en dichter. En bovendien was hij iemand die een soort globetrotter, niet een soort, een echte globetrotter, die zeilde de zeven wereldzeeën over, die vloog in een vliegtuig. Dat zijn dingen die ik niet durf, daar begin ik niet eens aan. Ik ben zo bang van water dat ik al blij ben dat ik elke dag een bad durf te nemen. Wat doe je nog vandaag? Wel, als je belooft dat dat de laatste vraag is, dan zeg ik dat ik nu naar mijn Brussels werkadres rijd, waar ik een soort frame waar een keukenrol aan ophangt, weer aan de muur moet kleven, want die is er afgevallen. En ik heb een hele sterke lijm. Ik denk zelfs dat hij in mijn zak zit. Kijk, ja. Ik ga nu krachtlijm. Ik ga daarmee, want nu kan ik mij lijm kopen permitteren. En ik ga die keukenrol vasthechten, want ik vind een keukenrol een van de prachtige uitvindingen van de 20e eeuw. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik terug naar Dillebeke, waar ik met mijn vrouw ga dineren. Op het goede boek. En dan naar televisie kijken en tot de eerste ergernis toeslaat. En dan? Een glaasje witte wijn drinken? En in slaap sukkelen? Om 9:30, dat is een ritueel, drinken wij allebei een abdijbier van Westmalle, een trippel. Voilà. Al jaren.